Dit zijn Ricardo en Erik, verbouwing-experts. Oh, dan ziet er een leuke buurvrouw aan de overkant van. En zij gaan al jullie klusproblemen oplossen. Al jullie vragen gaan wij een passelijk antwoord geven. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ellie is op zoek naar een speciale schakelaar. En daarover heeft ze een vraag aan onze klusjesmannen. Dit is de gang. En de bedoeling is dat als je binnenkomt, 's avonds, dat het licht aangaat. En dan is de vraag, kan ik hem hier inzetten of in de andere schakelaar? Ik ken eigenlijk maar twee mensen die dit kunnen. Ik denk het ook. Ja, of je moet hem continu aanlaten. Het licht. Zullen we het ze vragen? We gaan het aan ze vragen. Gaat ze vragen, kom. Nee, naar Ellie. Nee, joh. Ik naar Ellie. Nou, Ellie, je ziet het wel. Piet heeft dit jaar het cadeautje voor jou een beetje eerder meegenomen. We hebben een lamp met een sensor erin. Het is een plafonnière met een sensor. Dus dat betekent dat je helemaal niets meer hoeft te doen. We gaan gewoon deze lamp ophangen aan het plafond. En dan gaat hij gewoon aan als je binnenkomt. En hij gaat weer uit. Dat kan je zelf instellen. Oké, Ellie, wat je wel moet doen, dat is hier, dus bij de schakelaar, even alle draadjes aan elkaar verbinden. Zo. Gaat het spannend, Piet? Ja. Nou wel, ik denk niet dat dat ooit nog wat wordt hier zo. Deze draadjes moet je gewoon aan elkaar verbinden met deze lasdop. Oh, het is nog donker. Ja, nou weet ik het dus niet meer. Voilà! Ah. Voilà! Pak, Piet. Oeh, kijk eens, ja, nou, mooi hoor. Oh, 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 oh. Nou, Ellie, we hebben hier dus de plafonnière met de sensor. Die schroef je gewoon aan je plafond. En dat ga ik je nu even niet laten zien, want dan hebben jullie niet betaald. Van deze man. Nou, Ellie, de plafonnière zit erop, dus als je nu gaat lopen in de gang. Dan heb je hier een lampje. En mocht je het niet doen, Ellie, dan heb je hier een schroevendraaier en een tangetje. En dan zoek je me lekker uit met een licht in je garretje. Tangetje. Is dat onbeleefd? Ja, die kan.